Nou is het seizoen begonnen. Er zijn 5 nieuwe gezichten al. Ja. Plus 3 jongelingen. Wat is de eerste indruk van deze acht? Ja, dat is wel heel snel om daar al iets over te zeggen. Kijk, iedereen deed gewoon goed mee. En we hebben gewoon een wat algemenere training gehouden. Zeker de Italiaanse jongens van Pescara, die kennen we wat minder. Die komen uit de scouting. Dus natuurlijk hebben wij die gezien op beelden. Maar echt tot in detail niet. Dat hebben zij gezien. Dat ziet er op zich op dit moment goed uit. En die andere jongens kent iedereen natuurlijk vanuit de Eredivisie. Dus we weten wat die kunnen. Die kennen de oefeningen ook wat meer die we doen. Die praten wat makkelijker natuurlijk Nederlands. Dus het zag er prima uit. En het is mooi dat we een aantal jongelingen erbij hebben. Daar hou ik altijd van eigenlijk. We hebben niet voor niks die opleiding. En daar moeten we ook gebruik van maken. Dus ik hoop dat die jongens het heel goed gaan doen. En dat we ook weer echt, dat we daar meer eigen gezichten krijgen. Daar gaat het natuurlijk ook om. Ja, je zegt de vertrekken spelers, maar niet alleen. Zoals vandaag werd bekend, René Komschot verlaat eigenlijk de trainerstaf en gaat als scout aan de slag. Ja. Is dat iets waar hij ook gaandeweg de zomer met jou contact over heeft gehad? Ja, al iets eerder. Ik wist het al voor de zomer. Aan het eind van het seizoen heeft hij het meegedeeld. Kijk, René is natuurlijk een clublegend. Die wilden wij zeker niet kwijt, maar hij heeft uiteindelijk zelf de keuze gemaakt om van het veld af te stappen. Hij heeft het heel lang gedaan, het trainersvak, heel lang spelen, heel lang trainen. Ja, en hij heeft nu heeft al langer over gesproken met Nico en ook met de scouting. En nu heeft hij die knoop doorgehakt om dat te doen. Dus we hadden daarvoor al afscheid genomen van Ivo, omdat we eigenlijk de staf te groot vonden. Nu zijn we er in één keer 2 kwijt. Dus we gaan kijken of we dat kunnen handelen. Maar we denken van wel dat we het kunnen houden zoals het nu is. Maar dat gaan we bekijken. Mocht blijken gaandeweg dat we eigenlijk een mannetje tekort komen, dan gaan we daarop anticiperen. En dan heb je ook een ervaren rot achterin erbij, met Mirani. Ja. Zoals Jan Smit zou zeggen, daar zit een goede kop op. Ja, dat heeft hij goed gezegd, ja. Het is een beetje wat je zegt, maar hij kan natuurlijk ook voetballen. Er zit niet alleen een goede kop op, maar het is wel een stabiele jongen die leiding kan geven. En als je kijkt naar de play-offs voor Europees voetbal dit jaar, dan zie je eigenlijk bij al die clubs, Go Ahead, bij Utrecht en ik weet niet, die helpt me even, Sparta, en die mee hebben gedaan. Allemaal wat meer ervaren stabiliteit achterin. En dat is gewoon best wel lekker. Kijk, wij moeten het ook hebben van het ontwikkelen van talenten, beter maken, proberen te verkopen. Maar het is ook wel lekker als die jonge jongens aan de hand van wat ervaring zich kunnen ontwikkelen. Dat je niet alleen maar een jong elftal hebt. Ja. Ik denk dat je dat bij Excelsior hebt gezien, dat ook niet werkt. Het wordt heel instabiel en dat willen we liever niet. En is dan nou met de 5 defensieve aanwinsten ook de laatste linie klaar? Ja, daar lijkt het in eerste instantie wel op. Want we hebben natuurlijk daar ook nog 3 centrale verdedigers achter de hand die geblesseerd zijn. Met Justin, met Sava en met Stijn. Dus we gaan eerst kijken. Daar gaan we in ieder geval nu mee aan de start. En we kijken hoe zich dat ontwikkelt en of dat goed genoeg is. En of we daar tevreden over zijn. En we gaan kijken inderdaad over. We hebben ook nog Kelvin daar natuurlijk. We gaan eerst kijken hoe snel die jongens fit gaan worden. En dan kijken we wel of we daar nog op moeten handelen. Maar dat is nu niet de eerste prioriteit meer. Dat ligt natuurlijk op het middenveld en voorin. En we zagen ook een bekend gezicht weer terug verschijnen op het trainingsveld. Cilian Mokono. Ja, Cilian Mokono en Antonio natuurlijk. Ja. Die 2 waren terug. En je had het over voorin, middenveld. Wordt er al naar gekeken? Zijn er al lijntjes uitgelegd? Zeker, we zijn daar druk mee bezig. Dus het lijkt eigenlijk een beetje zo alsof we achterin zijn begonnen en dat we langzaam naar voren gaan. Maar heeft ook de meeste organisatie nodig natuurlijk. Ja, maar dat is een beetje toeval. En kijk, er zijn een aantal jongens waar we mee praten. En als je goede spelers daar ook haalt, dan hebben die soms ook meerdere keuzes. Dus dat wordt ook een spel. En daarnaast is het tweede dat je ook soms jongens, als ze bovenin de transfers beginnen, dat het een beetje naar beneden doorcijpelt. En dat is voor bovenin nog niet echt begonnen, ook door het EK. Dus daar gaan ook nog spelers vrijkomen en die voor ons interessant zijn. Dus soms moet je ook eventjes iets meer geduld hebben. Je hebt ze natuurlijk graag allemaal vandaag helemaal compleet. En dat is eigenlijk een utopie voor iedere club. Dus we mogen nog wel wat verwachten. Je mag zeker nog wat verwachten. Het heeft even tijd nodig. Je mag zeker nog wat verwachten, dat is 100%. Kijk, super.